Criollo dansing, een professionele blik op een geestige en veelbeleefde dansie. Dat was de titel van een presentatie die gisteravond verzorgd is door Aminata Cairo in de American Corner in het CCS. Cairo is cultureel antropoloog van Surinaamse origine die momenteel onderzoek doet naar de traditionele Afro-Surinaamse dans, oftewel Criollo dansing. Dit onderzoek vindt plaats in zowel Suriname als in Nederland. In dit kader heeft zij gisteravond de presentatie gehouden om zo de lokale gemeenschap deelgenoot te maken van de twee laatst gehouden presentaties die zij onlangs aan de University of the West Indies te Barbados heeft gehouden. Deze presentaties waren onderdeel van de tweede Caribbean International Dance Conference. Hiermee wil Cairo de geleerde informatie niet alleen delen, maar ook bespreekbaar maken met het publiek in Suriname. Cairo legt uit dat ze het heeft over de Afro-Surinaamse, oftewel Criollo-identiteit, en waarom ze specifiek over Criollo praat. Eigenlijk die Marlons groep daar ook in bij te trekken, want zij zijn ook Afro-Surinaams. En de enige reden waarom ik dat niet heb gedaan, is omdat hun dans al is vastgelegd. Er is al overgeschreven, iedereen kent het. Daarom is de enige reden waarom ik niet. Niet dat ik geen respect ervoor heb, ik heb er heel veel respect voor. Maar wij zijn de enige van wie het niet was vastgelegd. En ook, ik gebruik de term Criollo binnen het Caribisch gebied. Je hebt Creole, Creolité. Als ik zeg Criollo, wil ik dat mensen meteen weten, oké, het gaat over de Surinamers. En dus, en wat dat betekent qua onze identiteit, die komt uit de specifieke geschiedenis, helemaal terug naar de slavernij. Zelfs voor de slavernij, ze willen kijken vanuit welke regio's we kwamen vanuit Afrika, dus de link naar Afrika, slavernij, postslavernij, allemaal dragen toe aan de specifieke identiteit die we hebben. Ander heel mooi ding dat we hier hebben, typisch Surinaams, dus als het gaat om onze identiteit, wij staan altijd in relatie tot andere bevolkingsgroepen. Dus als ik in mijn onderzoek, als ik vroeg, wat betekent het om Afro-Suriname te zijn? Dan was het antwoord, wel, nou, dat betekent dat wij het zo doen. Niet zoals die Hindustanen, want de rug. Of ja, dat betekent het zo, net zoals de Javanen wat. Dus we kunnen niet denken over onszelf zonder altijd te relateren aan de andere groepen. En zelfs binnen onze families. We hebben alles in huis. Dus voor mij is dat iets heel moois, het feit dat we altijd heel breed denken over wie wij zijn. Ja, we zijn Afro-Surinaams, maar we zijn bewust en we staan een relatie tot. En dat komt ook weer terug in de dans. Cairo ging ook in op de stigma en schaamte waarmee onze dans heel lange tijd omringd was. Dit was een van de zaken die zij wilde doorbreken. Ook gaf ze aan dat in het Caribisch gebied regeringen de dans gebruiken om een bepaalde boodschap te geven. Dus in Cuba zie je dat de Roomba wordt gebruikt. Roomba, dat zijn wit en blank, komen bij elkaar. We werken, we hebben dezelfde tijd. En daarom promoten wij Roomba naar voren. Als je kijkt naar de Dominicaanse Republiek, die wilde juist niks met Haiti te maken hebben. Ze delen dat ene eiland. In Haiti zijn al die Afrikanen, alsof zij ze niet hebben. Maar dat idee van, wij willen onze Spaanse heritage naar voren brengen. Dus ik ga Spaanse muziek ga ik ondersteunen. Alles wat met Spanje te maken heeft, dat doe ik naar voren. En dat wat Afrikaans is, dat ga ik niet financieel ondersteunen. Dus er is een hele geschiedenis van hoe regeringen kunst gebruiken om een bepaalde boodschap over wie zij zijn qua identiteit naar voren te dragen. Als je kijkt naar Brazilië bijvoorbeeld. En de samba. Een samba-danser wordt mulat genoemd. Maakt niet uit of ze blond haar, blauwe ogen, bloedblank, we zijn mulat. Want het idee is, we houden van dansen, we zijn allemaal gemixt en we zijn allemaal gelijk. Nou, als je naar Brazilië gaat, dan weet je dat het niet echt het geval is. Maar samba-feest zijn we zogenaamd allemaal gelijk. En dus daar wordt specifiek doen regeringen dat. En dus nogmaals, het is een van de dingen waar ik ook naar kijk, dat als we een nationale danspresentatie hebben, dat wij de enige groep waren die altijd een modeshow deden, terwijl al die anderen hun klassieke dans deden. Waarom was dat zo? Dus dat is een van de dingen waar ik op gelet heb. Aminata Cairo, cultureel antropoloog, die gisteravond een presentatie heeft verzorgd over de Criollo dansing.